In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Broeders en zusters en allen die vandaag met de tv met ons verbonden zijn, heel erg hartelijk welkom op het hoogfeest van Pasen. Pasen vieren in deze moeilijke tijd die voor iedereen zo ontzettend moeilijk is en offers vraagt. En misschien toch wel heel goed dat we juist in deze tijd het feest mogen vieren van hoop en toekomst en leven. Door alle moeilijkheden en duisternis heen blijven uitzien naar het licht, naar de verrijzenis, zoals de lente doorbreekt uit de winter die achter ons ligt. Wij willen Campen TV heel erg hartelijk danken voor de mogelijkheid die geboden wordt om langs deze weg ook in de huiskamers de mensen de gelegenheid te geven om met ons mee te vieren. Allen die verbonden zijn met ons, heel erg hartelijk welkom. Pasen is het feest van de hoop. Als gelovige mensen zijn wij hoopvolle mensen. We leven vanuit de overtuiging dat bij God het leven sterker is dan de dood. Dat Hij ons draagt door alles heen. Pasen, het is ook zichtbaar gemaakt in een kunstwerk dat wij hier in onze kerk op dit moment bij ons hebben. Een kunstwerk dat gemaakt is door Antoinette Donkers-Dekker uit Wintelree. Met dit kunstwerk heeft zij willen uitbeelden Psalm 22, vers 15. Als water ben ik uitgegoten. Mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was. Het smelt in mijn lijf. Een mooie gedachte, als water ben ik uitgegoten, uiteindelijk om leven te mogen geven aan anderen. En daarom willen we ons met Pasen tekenen met dat nieuwe water.
Dit kunstwerk zal nog tot half juni in onze kerk te bezichtigen zijn. En u kunt er ook een beschrijving bij vinden als u in de kerk binnenkomt. Die ligt dan klaar, zodat u kunt zien wat ermee wordt uitgebeeld. Aan de hand van het water willen we nu ook onszelf tekenen met het nieuwe leven van Paas. Laten we bidden dat dit water waarmee wij besprenkeld zijn ons altijd weer opnieuw mag herinneren aan ons doopsel. En dat het ons mogen vernieuwen om trouw te blijven aan de geest die wij hebben ontvangen. Laten we dan nu het een ogenblik stilmaken in ons hart, overdenken wij ons leven en vragen we de Heer en elkaar oprecht om vergeving voor alles waarin wij tekortschoten. Onze hulp is in de naam des Heren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, corre voluntatis, oramus Dei, benedicimus Dei, adoramus Dei. Gracias a Dios.
Laten wij bidden. God, vandaag hebt gij ons de toegang tot het eeuwig leven ontsloten. Want uw enig geboren Zoon heeft de dood overwonnen. Wij vragen u bij deze viering van zijn verrijzenis, vernieuw ons door uw geest, om met hem te verrijzen tot het licht van het leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. We gaan luisteren naar de eerste lezing. Eerste lezing uit het boek Handelingen der Apostelen. In die tijd nam Petrus het woord en sprak: Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is. Hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea, na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met hem. En wij getuigen van alles wat hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van hem leggen alle profeten het getuigenis af dat ieder die in hem gelooft door zijn naam vergiffenis van zonden verkrijgt. Zo spreekt de Heer. De Heer zij met u. Lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Ze liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen, ze hebben de Heer uit het graf genomen. En wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort. Maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat hij namelijk uit de doden moest opstaan. Verbum Domini. Zusters en broeders, het zijn hele moeilijke dagen en weken en maanden waar we met elkaar doorheen gaan. Niet alleen hier en niet alleen in Nederland, maar in heel de wereld vanwege de verspreiding van het coronavirus. De verhalen over wat mensen meemaken beginnen langzamerhand door te dringen. En voor sommigen is het echt heel erg verschrikkelijk. Mensen die heel erg ziek worden. Mensen die hun dierbaren nauwelijks kunnen bijstaan omdat ze die niet mogen bezoeken. Ook mensen die overlijden en afscheidvieringen, uitvaarten die allemaal in besloten kring moeten gebeuren. Mensen in verpleeghuizen die geen bezoek mogen ontvangen. Kinderen die hun ouders niet mogen opzoeken. Maar ook het hele openbare leven is tot stilstand gekomen. En ook de economie en alles wat daarmee samenhangt
lijdt eronder. En het lijkt alsof we meer dan anders op onszelf worden teruggeworpen. En we beseffen langzamerhand dat hoe dit ook allemaal af gaat lopen, dat het leven toch daardoor wel voorgoed zal veranderen. Dat de wereld erdoor zal veranderen. De Goede Week is altijd een week waarin het leven meer dan anders in alle hevigheid beleefd wordt, met hoogte- en dieptepunten. En het lijkt wel alsof we dit jaar vanwege het coronavirus die Goede Week meer dan anders aan den lijve ervaren, met alles wat daarbij komt kijken. Een week met liefde en ontzag, maar ook een week van vernedering en tegenslag. Een week van eenzaamheid en verlatenheid, ontreddering en angst, maar ook een week van trouw en solidariteit en van mensen die elkaar niet in de steek laten, maar tot het bittere einde trouw blijven. De Goede Week is een week van dood en verlatenheid, maar tegelijkertijd gloort er ook hoop en nieuw leven en nieuwe toekomst. Het is een week van verbondenheid en gemeenschap, maar ook een week die je heel persoonlijk raakt, waar ieder mens ook persoonlijk wordt aangesproken. Wat is Pasen voor u? Wat is Pasen voor mij? In de situatie waarin je nu verkeert met alle dierbaren om je heen. En zo had ook Palmzondag de afgelopen week duidelijk twee gezichten. Jezus die met blijdschap en gejubel Jeruzalem wordt binnengehaald, maar enkele dagen later maakt deze stemming plaats voor blinde haat en voor veroordeling. En hoezeer is dat ook de realiteit van mensen in de wereld van vandaag, die moeten vluchten voor oorlog en geweld en die daardoor in deze tijd nog meer dan anders extra kwetsbaar zijn. En ook op social media, waar veel mensen zich op bevinden, zien we heel duidelijk dat dubbele gezicht. Aan de ene kant een enorme inzet om elkaar te helpen, om elkaar nabij te zijn, om elkaar er bovenop te helpen met allerlei goede initiatieven. Maar soms merk je ook dat social media gebruikt worden om elkaar juist neer te halen en pijn te doen. Het dubbele gezicht van deze week. Misschien wel nu meer dan ooit beleefd in de harten van ieder van ons. We mochten stilstaan bij Witte Donderdag, waar Jezus met zijn leerlingen aan tafel gaat. Het is een maaltijd van verbondenheid, een nieuw testament, nieuw leven en nieuwe toekomst. Terwijl hij weet dat de verrader die hem in de steek zal laten, met hem aan tafel zit. Ook hier zien we weer de dubbele kant van het leven. We willen zo graag bij elkaar horen, we willen zo graag samen zijn, maar met alle pogingen om elkaar te vinden, lukt dan toch niet altijd. Goede Vrijdag ervaren we in deze tijd misschien wel veel groter dan anders. Het lijden, het verdriet van mensen, de verlatenheid, de eenzaamheid, de rouw, het medeleven met de nabestaanden. En tegelijkertijd zien we in deze tijd ook een enorme creativiteit bovenkomen. Zoals Maria en Johannes onder het kruis staan en trouw zijn aan Christus tot aan het bittere einde, zo voelen we ook in onze tijd hulpvaardigheid, inzet voor de kwetsbare medemens, hulp voor zieken, lesprogramma's voor kinderen, inzet voor mensen die geholpen moeten worden, troostmomenten voor hen die het moeilijk hebben. Overal stralen mensen uit, we laten ons er niet onder krijgen, we laten elkaar niet in de steek, maar we geloven in het leven door de duisternis heen. En dat verandert ons leven. Als gelovige mensen ontlenen wij onze identiteit toch vooral
aan ons geloof in Pasen. Johannes en Petrus snellen naar het graf, want ze hebben gehoord wat er gebeurd is. En Johannes komt het eerste aan, maar hij laat Petrus het eerst naar binnen gaan. En dan staat er op een gegeven moment van de apostel Johannes, hij zag en geloofde. En dat is natuurlijk heel mooi, want je kunt kijken met je ogen, maar zien gaat veel verder. Zien betekent doorzien, beseffen wat er gebeurt. Daar gaat je hart open voor wat er gebeurt om je heen. Geloof in het nieuwe leven van Pasen. Het feest van de doortocht. Opstaan ten leven. Ook als je gevallen bent. Je mag opstaan ten leven. Door alles heen. Je blijven vastklampen aan het geloof in de toekomst. En in het besef dat we het samen mogen doen. Niet de dood heeft het laatste woord. Niet de duisternis en het verdriet. Maar het leven. We vieren door alles heen de kracht van het leven, die toch telkens weer boven komt, zoals de lente die door de winter heen breekt. Zusters en broeders, in deze moeilijke tijd is het misschien wel extra belangrijk dat we dit jaar met nadruk Pasen vieren. Geloof in de liefde van God die ons door alles heen draagt. De kracht van God, waardoor Jezus niet voorgoed in de dood is weggezonken, maar mag opstaan ten leven, om ons het leven te geven. En waardoor wij kracht en vitaliteit mogen ontvangen van zijn leven. En zijn leven telkens opnieuw mogen bezingen en beleven met elkaar. Vooral in donkere dagen. God laat ons nooit alleen. Als wij leven vanuit zijn liefde, vanuit zijn geest. Uiteindelijk hoop ik dat het Pasen mag worden in het leven van ieder van ons, in heel onze wereld en ook hier in de Kempen. Dat we elkaar nabij mogen zijn. Ik wens u allen, ook namens alle collega's, namens onze hele samen Willy Broders parochie hier in Eersel, met alle kerkdorpen die erbij horen, een heel zalig Paasfeest en alle goeds. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En dat willen we nu samen uitzingen in het belijden van ons geloof. We zingen samen het credo. Credo in unum Dei. Thank you.
toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. God, wees ons, uw mensen, nabij met uw genade, nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken virus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat ze bij u geborgen mogen zijn. Laat ons bidden. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, hoe dan ook, en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk, ten dienste van onze samenleving. Laat ons bidden. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons, dat gij met ons bent, nu wij de kwetsbaarheid van ons leven en bestaan ervaren. Laat ons bidden. Versterk ons geloof, onze hoop en liefde, zodat wij ons steeds zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke zorg, uw voorzienigheid. Laat ons bidden. Wees onze metgezel op onze weg ten leven, door Christus onze Heer. Amen. Bidden wij voor de leiders van onze kerk, in het bijzonder voor paus Franciscus en de bisschoppen, dat zij ware bruggenbouwers mogen zijn tussen God en de mensen. Laat ons bidden. Wij bidden voor de leiders van de wereld, dat zij het iedere mens mogelijk maken deel te hebben aan vrede en gerechtigheid, dat niemand gebrek behoeft te lijden. Laat ons bidden. Wij bidden voor alle kinderen en jongeren, dat zij mensen ontmoeten die hen de weg naar de verrezen Heer Jezus Christus wijzen. Laat ons bidden. Wij bidden voor onszelf, dat wij kunnen geloven in het goede nieuws van Jezus verrijzenis, dat Gods liefde sterker is dan de dood. Laat ons bidden. Wij bidden voor het geestelijke en maatschappelijke welzijn van de parochiegemeenschappen in Kempeland. Wij bidden voor de mensen die lijden, dat wij hen helpen opstaan uit hun verdriet, dat zij nieuw leven mogen ontdekken. Laat ons bidden. Wij bidden voor onze dierbare overledenen van de Kempenparochies. Wij bidden voor de overledenen ten gevolge van het coronavirus, dat zij met Jezus Christus mogen verrijzen tot een nieuw en eeuwig leven. Laat ons bidden. Almachtige God, gij kent onze noden en verlangens. Gij weet alles wat er leeft in ons hart. Wij vragen u, wil onze gebeden verhoren en doe ons verkrijgen wat goed voor ons is. Dat vragen wij u door Jezus, onze verrezen Heer. Zo direct wordt de altaartafel gereed gemaakt voor de Eucharistieviering. Christus die
Laten wij dan bidden, broeders en zusters, dat ons offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, vol vreugde om het paasfeest dragen wij u het offer op, waardoor uw kerk op wonderlijke wijze wordt herboren en gevoed, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal bij u zijn. Heer zal ik bewaren. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral op deze dag die gij gemaakt hebt, bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Hij die voor ons geworden is, het lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is hij gestorven. Voorgoed heeft hij de dood ontwapend en gedood. Hij is opgestaan ten leven en alles heeft hij nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven en die u dit lied toejuichen zonder einde. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan
en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk. Met Franciscus onze paus, met Gerardus onze bisschop en Robertus zijn hulpbisschop. En met allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, omdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen, met de heilige Willy Brordes en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem, en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Oremus, preceptus salutarimus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van de Heer zij altijd met u. En ook vanuit deze uitzending op Kempen TV, vanuit onze Eerselse parochiekerk van de Samen Willy Brothers parochie, willen wij u allemaal de vrede van Christus van harte toewensen en een heel zalig paasfeest. Yeah.
Zalig zijn allen die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Vooral met Pasen doet het pijn dat niet iedereen nu de heilige communie kan ontvangen die dat graag zou willen. Maar er is wel de mogelijkheid via de geestelijke communie met ons verbonden te zijn. Heer Jezus, wij geloven dat gij tegenwoordig zijt in het heilig sacrament. U beminnen wij boven alles en u wensen wij in ons hart te ontvangen. Ook nu wij dit niet werkelijk kunnen doen, en daarom bidden wij, kom op geestelijke wijze in ons hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met u. Laat ons nooit van u gescheiden worden. Het lichaam en het bloed van Christus mogen ons alle bewaren tot eeuwig leven. We gaan nu samen zingen het lied van de opstanding, De steppe zal bloeien. Laten wij bidden. Heer God,
Gij leeft in ons midden door Jezus uw Zoon en vervult ons met grote vreugde. Bewaar uw volk in de vrede die de verrezen Heer ons heeft toegezegd. En maak ons tot getuigen van zijn blijvende aanwezigheid. Dat vragen wij u, die met u, door hem, die met u en de Heilige Geest leeft, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zussen en broeders, gekomen aan het einde van deze viering, willen wij u allen een zalig paasfeest wensen. Laten we vooral elkaar tot steun blijven in deze moeilijke dagen. Samen, alleen samen, overwinnen we het coronavirus. We mochten Pasen vieren, licht door de duisternis heen. Christus die opgestaan is ten leven. Laten we de hoop en de blijdschap van dit feest in ons hart met ons meedragen. Mogen we vanuit die liefde ook uitgaan naar elkaar en het licht van Pasen delen met de mensen om ons heen. Wellicht nu wat meer op afstand dan anders, maar toch mogen dat licht in onze harten aanwezig zijn. Dat wens ik u allen van harte toe. Daartoe bidden wij om de zegen van de goede God. De Heer zal bij u zijn. Mogen de liefde God, liefdevolle God, zijn vleugels van genade over ons allen uitspreiden. Mogen hij zijn aangezicht naar ons toekeren en zijn gelaat naar ieder van ons toewenden. Mogen hij met ons meegaan met zijn levenskracht van dag tot dag en van uur tot uur. Zegene ons, de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En gaat dan allen heen in vrede.